Oh, heerlijk niks doen vandaag. Lekker donuts eten. Oh ja, lekker. En ik ben al de hele tijd mijn hamburger aan het eten hier. Het is echt fijn om bij de politie te werken. Gewoon de hele dag een beetje donuts eten, een beetje niks doen. En volgens mij hebben we ook nog geen melding gekregen van iets toch in Broekhaven. Nee, nog helemaal niks. Nee, het is hier zo veilig als maar kan. En precies wanneer ik dat zeg, gaat mijn walkie-talkie. Momentje hoor, collega, ik word gebeld. Ja, hallo, met de politie-sheriff Dennis. Wat kan ik voor u doen? Mevrouw, niet zo snel, niet zo snel. Kunt u dat nog een keer herhalen? Mevrouw, hoor ik dat nou goed? Een bank overval op de broek, even bank? Nee, dat kan niet, dat kan niet. Dat zouden we wel alarmen horen. Mevrouw, als u het zegt, dan komen we dus zo snel mogelijk aan. Collega, we hebben een probleem. Het schijnt dat de bank is overvallen bij broek, even. We moeten zo snel mogelijk ter plekke zijn, staat er. Oké, laten we in dienst gaan. Alle donuts, alle hamburgers, weg ermee. En we moeten ons aanmelden bij de politie. We zijn in dienst en laten we snel gaan naar de politieauto. Oh, nee, 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 nee. De broek heeft een bank. Hoe ze hebben dan niks gehoord? Oké, ik rij wel, collega. Laten we meteen de sirenes aanzetten. Ik heb volgens mij ook alles bij me. Ik heb mijn handboeien, ik heb mijn pistool, mijn taser. En een zaklamp mocht het nodig zijn. Je weet maar nooit. Oké, laten we instappen. Oké, kijk, er staan de sirenes aan en laten we gaan zo snel mogelijk naar de bank. Snel. Oh, nee, 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 nee. Meen je niet? Ik hoop dat we niet te laat zijn. Ik hoop dat we niet te laat zijn. En ik zie ze daar al. Ik zie ze daar al. Collega, ik parkeer de auto hier zo, oké? Pas op, ja. Pas op. Ze hebben wapens. Ze hebben wapens. Ze hebben wapens. Pak je wapen. Pak je wapen. Oké, oké. Ik zie daar meerdere mensen staan. Laten we dichterbij komen. En hij heeft een wapen. Hij heeft een wapen. En een gijzeling. Er is een gijzeling. Oké, laten we dichterbij komen. Laten we dichterbij komen. Oh, hij mixt wapen. Hij mixt wapen. Laat ons gaan. Laat ons gaan. Nee, zeker niet. Laat de gijzelaar gaan. Laat de gijzelaar gaan. Handen omhoog, zeg ik. Jop, ik schiet. Handen omhoog. Handen omhoog. Handen omhoog, nu meteen. Ik waarschuw niet nog een keer. Handen omhoog, jullie. Laat de gijzelaar gaan. Ik tel tot drie. 1, 2, 3. Handen omhoog. Kom op, kom op, kom op. Oh, ik pak mijn taser erbij. Ik pak mijn taser erbij. Oké, dan wacht ik. Dan wacht ik. Collega, kom mee naar binnen. Kom mee naar binnen. Oké. De gijzelaar mag gaan. De gijzelaar mag gaan. Jullie gaan mee naar het politiebureau. In de boeien. We gaan ze in de boeien slaan, collega. Kijk eens aan. Dat is 1. En die andere moet ook in de boeien. Dat is 2. Oké. Laat ze maar meegaan met de politieauto. Deze kant op, heren. En als jullie maar 1 keer verroeren, achterin. Achterin in de auto. Hup. Jij achterin. Jij ook. Hup. En de gijzelaar. Eens even kijken hoe het met de gijzelaar gaat. Meneer, gaat het een beetje met u? Ja. Ik ben een beetje geschrokken. Oké, meneer, er is niks aan de hand. We komen later bij u. We verzoeken u vriendelijk om naar het politiebureau later vandaag te komen, oké? We hebben ze gearresteerd. Ze zit achterin in de auto. En we gaan ze nu naar de gevangenis brengen, toch, collega? Jazeker. Deze twee boeven, die gaan lang niet meer daglicht zien. Oké, laten we naar het politiebureau gaan, collega. Uitstappen! Meekomen, meekomen, alle twee! Meekomen! Meekomen naar het bureau! Hup! Oké, ik ga ze aanmelden. Eens even kijken. Zo, eens even kijken. Oké, ik zet jou als eerste in het systeem. Een bankoverval. En die tweede persoon ook voor een bankoverval. Oké, laten we ze maar meenemen. Deze kant op, heren. Hup, hup, hup. Tempel, we hebben niet de hele nacht de tijd. We gaan naar de bak. Want jullie verdienen 1 voor 1 in de cel. Hup, de cel in. Die dicht. Oké, volgende. Meekomen deze kant op. En jij ook in de cel. We komen jullie later ondervragen, maar voor nu zijn jullie schuldig aan een bankoverval. Heb je dat goed begrepen? Ja, mag ik gaan? Mag ik gaan? Ik heb niks gedaan. Je hebt niks gedaan? Je hebt de bank overvallen? Wat bedoel je niks gedaan? Dat is hartstikke schuldig. Je blijft hier voorlopig nog wel even zitten. Oké, laten we gaan. Eens even kijken. En hij is ook schuldig. Dat zien we meteen. Collega, goed werk verricht vandaag. Dit is echt top. Dit is echt top. We hebben 2 zware criminelen gewoon opgesloten in de gevangenis. Gelukkig maar. Inderdaad. Collega, wat ik hier zie is iets van een woningbrand of zo in Broekhaven. Wat raar, want we hebben geen melding gekregen, toch? Nou, collega, ik heb nu wel een melding, hoor. Heb je nu een melding binnen? Ja. Is er een brand? Ja, zeker. Oh, dat meen je niet. Ik heb de hele dag gewacht. Oké, laten we zo snel mogelijk in dienst gaan. En laten we zo snel mogelijk de brandweerauto pakken. Ik zet de sirenes aan, oké? Heeft het spoed? Ja, heel erg. Oké, we moeten gaan. Oké, de sirenes gaan aan. Collega, welke kant moeten we op? Volgende straat links. Hier naar links. Oké, ja. We moeten gaan. Ons brandweer. Oh nee, dit is mijn eerste werk toch? En meteen al gewoon een brand. Hier links. Oh, ik zie het al. Er staat daar een mega villa in de brand. Oh, dit meen je niet. We zijn te plekken. Oké. We moeten zo snel mogelijk alles gaan blussen, oké? Ik pak de brandweerslang. Blussen! Oké, kom op. Het hele huis moet geblust worden. Oh, daar staan wat mensen. Oké, in paniek. Oké, ik blus dit allemaal van op hier. Oh nee, dit is foute boel. Ik pak de brandweerblusser, oké? Oh, naar binnen. Alles blussen. Het is heel heet hier. Oké, we moeten hier alles blussen in het huis. Zo snel mogelijk. Wat kan hier gebeurd zijn, joh? Oké, hier staat het boven ook in de brand. Hier staat het ook in de brand. Ik hoop dat er geen kinderen meer in het huis zijn. Oké, collega, we moeten hier alles blussen in deze kamer.
gewoon. Het scheelt echt niks. Het scheelt echt niks. Ik zag wel de bewoners buiten staan, maar daar moeten we zo meteen mee praten. We zijn een beetje te laat voor de brand. Oké, ik zie hier nog wat brand in de kamer. Oh. Het brandt ook echt hevig hier. Dat is niet normaal. Oké, volgens mij is de brand weg. Eens even kijken voor de zekerheid of er beneden geen brand meer is. In de garage? Nee. Het hele huis is geblust. Goed gedaan, collega. Goed gedaan. Eens ja, even jij kijken. Ook laten goed we gedaan. Met de bewoners praten. Ik raak helemaal in paniek. Jullie zijn echt net op tijd gekomen. Ja, sorry, we waren wat later, maar we kregen de melding later binnen. Maar wat is er gebeurd? Ja, vraag dat maar, mevrouw. Ik was aan het koken en ik liet het aanbranden. En ik was televisie aan het kijken. Oh, mevrouw, het is goed, alles is geblust. Ik raad jullie wel aan om natuurlijk even langs de burgemeester te gaan. Om even het huis te laten inspecteren voor een verblijf dat jullie hier nog kunnen blijven. Maar maak je geen zorgen, alles komt goed. Als het goed is, is er geen brand meer. Mocht er iets zijn, kunnen jullie ons altijd bellen natuurlijk, de brandweer. Dank u wel. Ik ben u heel dankbaar. Geen probleem, mevrouw. Het is dat we zulke goede brandweermannen zijn, toch Sam? Jazeker. Laten we maar teruggaan naar de brandweerkazerne. Wat een dag was dit. Collega, ik heb een melding gekregen. Wat voor melding dan, collega? Wat is er gebeurd? Nou, iemand is verongelukt bij de Broekhaven school. Heeft iemand een ongeluk gehad? Ja. Je wilt toch niet zeggen een auto-ongeluk? Nou, dat wil ik wel zeggen. Oh, nee. Dan moeten we zo snel mogelijk daar naartoe, collega. Oké, ik heb alles bij me. Ik heb eventueel zelfs een brandblusser, mocht het nodig zijn. Oké, bestuur jij de ambulance? Is goed. Oké, laten we gaan. Het lijkt me handig, collega, om de sirenes aan te zetten van de ambulance. Laten we zo snel mogelijk naar de school rijden. Het lijkt erop dat hier het ongeluk is gebeurd. Oké, uitstappen. Oh, u reed bijna over iemand heen, joh, collega. Pas op, hè. Oké, ik pas op, sorry. Oh, nee. Ik moet zo snel mogelijk even de brand blussen. Eens even kijken. Zo, die auto moet helemaal uit de brand. Laat ik dat eerst eventjes heel snel doen, voordat die ontploft bij de school. Dat is gevaarlijk. Kijk eens aan, de auto is geblust. Oké, laten we bij de patiënt kijken. Meneer, gaat het met u? Oh, ik heb pijn in mijn armen en in mijn benen. Ja, meneer, kunt u me precies zeggen wat er is gebeurd? Ik reed met 80 km/u en ik vloog uit de bocht tegen een paal aan. Tegen de paal? Maar meneer, u weet dat het een 50 weg is. Je mag hier helemaal geen 80 km/u rijden. Ja, sorry, dat is mijn fout. Het lijkt me handig om u mee te nemen naar het ziekenhuis voor onderzoek, meneer. Ik pak u eventjes op en dan leg ik u wel in de ambulance. Ja, dat is goed. Kijkt u eens aan, meneer. U ligt veilig, collega. We kunnen gaan, hoor. Oké, hij ligt in de ambulance. Laten we zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan. Daar gaan we u verder helpen, meneer. Het komt allemaal goed, oké? U bent veilig. Er is niks aan de hand. U heeft de hulp die u nodig heeft. Oké, we zijn bijna bij het ziekenhuis en dan gaan we voor u zorgen. Dat komt goed, meneer. Ja, dank u. Oh, ik moet echt opschieten. Ik kom te laat voor mijn werk, toch? Eens even kijken als vliegveldpersoneel en ik zie al een lange rij staan. Goedemorgen, collega. Goedemorgen, u bent wel heel laat. Ja, het spijt me. Ik zal zo snel mogelijk de klant helpen. Hallo, meneer. Waar gaat de reis naartoe? De reis gaat naar Italië. Naar Italië? Dat is een hartstikke mooie bestemming, meneer. Jullie gaan samen? Dat klopt. Oké, dat is superleuk. Als eerste natuurlijk jullie boarding passes, oftewel jullie vliegtickets. Eens even kijken, collega. Controleer jij die tickets eventjes, dan controleer ik natuurlijk de bagage hier. Dat is wel handig dat er niks raars in zit. Weet je wat, ik ga de bagage even meenemen hier doorheen. En het lijkt allemaal te kloppen, oké. Er zitten geen rare dingetjes in. Dus we kunnen alles laten inchecken, collega. De bagage mag mee, oké. Laat ze maar weten dat ze mee mogen lopen. Het is allemaal goed, de vliegtickets kloppen. De paspoortencontrole klopt. Ze moeten mee door de douane natuurlijk. Eén voor één door het poortje. Ja, komt u maar. En oké, dat is helemaal goed. Volgt u mij dan maar deze kant op. Uw vlucht gaat namelijk elk moment vertrekken. Dus u kunt gaan boarden in het vliegtuig natuurlijk. En eens even kijken. Neem plaats. Ik zou zeggen, kies een leuk plekje uit waar u wilt zitten. Dit is handbagage volgens mij wat jullie hebben. Dan wens ik jullie een hele fijne vlucht. Jullie zinnen binnen enkele uurtjes natuurlijk op jullie vakantiebestemming zijn. Ja, dankjewel. Ik heb er super veel zin in. Dat dacht ik al. Nou, fijne vlucht hier, hè. Zo, wat een baan is het ook, hè. Vliegveldpersoneel zijn. Alles controleren. De beveiliging. Maar ja, gelukkig hadden ze niks geks bij hun. Nee, maar ik ben wel jaloers op al die mensen die op vakantie gaan, hoor. Ja, ik zou ook wel op vakantie willen gaan, maar dat zit er vandaag niet in. We moeten nog de hele dag gaan werken op het vliegveld, dus laten we maar snel verder gaan. Oh, wat duurt dat toch lang met die bedieningspersoneel? Er zit een klant te wachten. Zit die nou nog steeds op dat toilet? Klap, klap, hallo! Oh, de deur staat open.
Sam? Dennis, ik ben wel even bezig op de toilet. Sam, je zit hier al een uur. Kom op. Er zitten klanten te wachten, oké? We hebben haast. Oké. Kom van die toilet af. Oké, als jij nou even vraagt wat de klant tenminste te eten wil, ik loop wel mee met je. Eens even kijken. Ik bedoel, hij zit al een half uur te wachten. Hallo meneer. Wat wilt u voor eten? Noem maar een beetje kip. Een kip met frietjes. Kip met frietjes? Oké. Staat het genoteerd, meneer, de bediening? Ja, nu wel. Super, komt eraan, meneer. Ik ga zo snel mogelijk aan het werk. Ik ben namelijk de chef-kok, dus eens even kijken. Zo, laten we de temperatuur wat verhogen. Zo, dan kan het eten hier. De frituurpan moet natuurlijk aan. De frietjes moeten gemaakt worden. Oh, wat een dag, wat een dag, wat een dag. Kip met frietjes, eens even kijken. Zo, geef jij dat aan de klant? Of weet je wat, ik zet het wel op de tafel. Maakt niet uit. Eens even kijken. Alsjeblieft, meneer. Eet smakelijk. Dankjewel. En eens eventjes kijken. Ik zal alvast de bon uitprinten. Eens even kijken. Dat is de bon. En heeft het allemaal lekker gesmaakt, meneer? Nou, eigenlijk niet. Hoe bedoelt u niet? De friet en de kip was koud. Ja, dat ligt aan u, meneer. Ik heb het echt op hoge temperaturen gemaakt, hoor. Dat is niet mijn probleem. Maar hartstikke bedankt voor het geld. U heeft alsnog betaald. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Een hele fijne dag, hè? Fijne dag, meneer. Oh, wat een dag, wat een dag. Hoezo nou weer de kip is koud en de friet is koud? Dat valt toch wel mee? Eens even proberen. Oh ja, oké, het is wel echt koud. Sam, dit is niks voor ons, dit baantje. Hallo meneer de tandartsassistent. Hebben we vandaag nog patiënten die geholpen moeten worden? Moet ik nog een gaatje boren voor iemand? Ja, zeker. We hebben al een patiënt in de wachtkamer. Eens even kijken op het formulier. Ik zie er inderdaad iemand staan. Oké, ik ga wel eens even kijken dan maar. Ah, ik zie hem daar al liggen. Een hele goede middag meneer. Waarmee kan ik u helpen? Ja, ik heb twee gaatjes. Twee gaatjes? Meneer, hoe komt dat dan? Ja, door te veel snoepjes gegeten. Te veel snoep? Snoep is niet zo goed voor u, meneer. Daar zit hartstikke veel suikers in. Dan krijg je gaatjes wel uiteindelijk als je te veel snoepjes eet. Maar laat ik alles er maar even bij pakken. Ik ga wel eerst even kijken of u een tandartsverzekering heeft in het systeem. En ik zie dat u dat niet heeft. Maar maak u geen zorgen. We kunnen alles regelen, maar dan moet u wel gewoon gaan betalen natuurlijk. Ik pak even alles erbij hoor, voor de controle. Oh, collega. We hebben weer iemand met twee gaatjes. En dat wordt een duur grapje, kan ik je vertellen. Ik pak even alles erbij, hoor. Kijk eens aan. Ik heb alles wat ik nodig heb. Als eerste zeg maar eens eventjes A. Dan gaan we eens eventjes kijken of alles daar wel goed zit bij u. Oké, u heeft een mond open. Dat is prima. Ja, ik zie inderdaad de twee gaatjes al zitten. Het lijkt me dan handig om even verdoving te geven. Dit doet maar een klein beetje pijn, meneer. Eens even kijken. Zo, die zit er ook in. Hopsakee. En dan als laatste is even kijken. Dan moet het toch echt geboord worden, ben ik bang. Ik denk dat u dat het beste bij mijn collega kan doen. Ik heb namelijk nog niet heel erg veel ervaring, maar u wordt zo snel mogelijk geholpen, meneer. Oh, wat een dag ook bij de tandarts. En hij stonk ook echt uit zijn mond. Gatsie. Oh, ik ben echt te laat als leraar. Eens even kijken. Iedereen zit al in de klas. Sorry dat ik wat later ben, iedereen. Ik heb mijn boeken bij me. Eens even kijken. Zo. Ik hoop dat iedereen zijn huiswerk vandaag heeft gemaakt, natuurlijk. Ik ben jullie nieuwe leraar. Mijn naam is professor Dennis. Welkom iedereen. Jij bent volgens mij nieuw hier, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Wat is jouw naam? Kom maar even voor de klas. Stel jezelf maar even voor aan iedereen. Oké. Doe maar een kleine introductie wie je bent en dat soort dingetjes. En van welke school je hier voorheen komt. Volgens mij kom jij van de Bloksburg school, als ik het goed heb, toch? Ja, klopt. Oké, nou, stel je maar even voor wat je naam is en wat je hobby's zijn. Nou, ik ben Sam. Ja, en ik hou van blauw. Sam houdt van blauw. En mijn hobby is koekjes eten. Koekjes eten. Oké, Sam, superleuk om te horen. Ga maar zitten. Eens even kijken. Sam, heb jij je huiswerk trouwens voor de eerste les gemaakt? Huiswerk? Ja, we hadden huiswerk. Het is namelijk de rekenles. En ik had gevraagd om opdracht 1 tot en met opdracht 10 te gaan maken. Heb je dat niet gedaan? Hoe moet ik weten dat ik huiswerk had? Sam, dat stond in je agenda en in je rooster. Je wilt toch niet dat ik je de eerste les al meteen laat nablijven naar school? Nee. Oké, nou weet je wat, Sam? We hebben hier een som. 10-3. Wat is dat voor antwoord? En ik ga even voor het antwoord staan, zodat je dat niet kan zien. Kijk eens aan. Even denken hoor. Ja. Dat is 2. 10-3 is 2, Sam? Ja. Weet je dat heel zeker? Ja. Hallo, geen telefoon in het klaslokaal. Sorry. Ja, dat dacht ik al. En jij daar achterin, telefoon weg. Oh, sorry. Dat dacht ik ook al. Eens even kijken. Telefoon staat niet toegestaan in de les. Wie zijn telefoon erbij pakt moet nablijven. Doe je het nou alweer dan?
achterin. Nog één keer je moet nablijven, oké? Dat dacht ik al, je boek erbij pakken. 10-3 is inderdaad 2, Sam. Je bent nu al de beste leerling van de klas. Eens eventjes kijken. Oké, laten we maar doorgaan met de les. Ik wil namelijk dat jullie voor de volgende les opdracht 15 tot en met opdracht 20 gaan maken. Zoals jullie kunnen zien in je boek. En jullie moeten ook online even jullie huiswerk insturen. Dus ik wil dat jullie het op de computer gaan maken en allemaal gaan insturen, oké? Naar mijn e-mailadres natuurlijk. Dan zijn jullie de rest van de dag vrij. En dan, dan hebben jullie gewoon vrij en kunnen jullie allemaal naar huis gaan natuurlijk. Ik wens jullie ook trouwens een hele fijne vakantie, want ik zie jullie na de vakantie weer. En de klas is dus daarbij voorbij. Iedereen mag gaan. Sam, jou wil ik nog even spreken alsjeblieft naar de les. Oké. En iedereen gaat er vandoor. Super. Sam, ik wil wel voortaan dat je graag je huiswerk maakt. Ik wil niet dat je al naar de eerste week bij de directeur belandt, oké? Voor problemen. Oké, is goed. Dus bij de volgende les zie ik graag dat je je huiswerk hebt gemaakt. En dan wens ik jou ook een hele fijne vakantie, Sam. U ook. Oké, fijne dag. Wat is het toch wel allemaal een werk? En leraars zijn dan al die kinderen letten niet op. Ik heb er toch helemaal geen zin in. Laat weten in de reacties welke baan ik de volgende...